Deze editie van Mama Ntintaki. Vandaag is onder andere de laatste dag van Mama Ntintaki wat betreft het jaar 2023. En ja, we sluiten meestal Surinamers in december, houden we van feesten. We hebben eerst kerst en daarna hebben we natuurlijk Oruyari. En men zou zeggen eigenlijk vanaf begin december hoor, dat is het feestenmaand voor Suriname. En ook een van de organisaties die bezig is, is New Systems Entertainment. En we hebben in de studio niemand minder dan Kleber Drenthe zelf. Kleber, hoe gaat het? Ik wil Fafio. Ik mag niet klagen. Ja, New System Entertainment, die gaat houden. Ik weet niet of het de laatste is voor het jaar 2023. Ja, de laatste. Ja, maar hoe is het jaar zelf geweest? Wel, het jaar is goed geweest. We hadden afgelopen 25 november de Jamrock. Met Mr. Vegas, Christopher Martin en Fanta Moja. Ja. En we sluiten het af ook met een soort van old school. Maar dit is dan met onze eigen Surinaamse artiesten. Ja, na COVID hebben we wel gemerkt dat veel organisaties, noem maar op bedrijven, maar ook promotors, het best wel moeilijk hebben gehad. Hoe hou je dat toch wel in stand, ook met die situatie, die economische situatie die er nu is? Ja, dat is een hele grote challenge. Mm-hmm. En daarom kom je met zoveel als mogelijk met goede en pakkende concepten. Mm-hmm. Als je ook ziet van, hey, we gaan back in time, dansa bubbling back in time. Yeah. Reinforcement, GT Connection hebben we gekend van de jaren 90. Mm-hmm. En ze zijn een tijdje stil gebleven. En ik heb toen gezegd van, hey, weet je wat? Ik heb Johan Man gezien hier. Mm-hmm. Ik ken hem gewoon. En ik zei van, hey, misschien moeten we wat doen. En van het een is het ander ervan geworden. We zijn gestart in april met dit concept. Okay. En toen hebben we GT Connection bij elkaar gebracht, terug bij elkaar gebracht, ja, met Juka Loutje en Sister Silly. En ik moet zeggen dat het een hele mooie spektakel zal worden. Ja, we hebben eigenlijk bij bijna, het is natuurlijk geen battle, maar het zijn wel een, twee muziekformaties van dezelfde kaliber. Reinforcement versus GT Connection. Exactly. Het was die tijd, of het is Reinforcement, of je bent Reinforcement, yeah, of je bent GT Connection. Het was geen battle, het was een gezonde strijd. Yes. Ze hebben beide hun profit ervan eruit gehaald. Reinforcement met een heleboel hits, met Sister Patty, toen had je ook nog Biga Man, je had Johan Man en je hebt, daarna heb je gehad GT Connection, yeah, met Sister Silly, Juka Loutje, Malen Man, Fine Man, Red Man, yeah. Dus allemaal hebben hun sporen verdiend en de bedoeling is dat we de jonge Surinaamse artiesten die heel populair zijn ook willen laten zien van hey, deze mannen, eigenlijk hebben jullie te danken aan deze mannen. Klopt. Toch? Klopt. Ze hebben sporen verdiend. We weten dat alles heel snel gaat tegenwoordig, ook met de digitale tijdperk. Nu zie je veel meer van de jonge artiesten. Je hebt, vroeger had je niet echt videoclips, nee, maar die muziek die bestaat wel, yes, op YouTube. Maar we hebben gezegd, hey, laten we toch iets doen. En ook vooral voor de mensen, de 40-plussers of in ieder geval iets ouderen. Ja. En natuurlijk zijn de jongeren ook welkom, want ze moeten komen zien wat het was. Maar we hebben gezegd als organisatie, we moeten iets voor die doelgroep doen. Ja. Dus vandaar. Om daarin te blijven, want ik had niet al te lang, was GT Connection ook bij de buren, Radio 10. Ja. En een collega van me die zei nog van, ken ze niet. Maar die hoorde wel dat lied, maar wist natuurlijk niet dat het GT Connection was. Ik denk, maar je bent echt te jong hiervoor. Exactly. En het is de bedoeling voor GT Connection is in petto, ja, dat er volgend jaar een reunie komt. Okay. Er komt een reunie. Het zal geschieden in Nederland als eerst, mm-hmm, omdat de meeste van de artiesten of de rest van de band daar verblijft. Mm-hmm. En daarna komen we ermee naar Suriname. Ja. Dus GT Connection komt sowieso een beetje sterk door. Ja, ja, sowieso een, ja, beetje sterk terug. We geloven ook wel dat de New System Entertainment best wel een spannende, leuke avond in elkaar zet. Hoe ziet de avond eruit? Ja, los van Reinforcement en GT Connection hebben we natuurlijk ook Cadentie. Mm-hmm. Die heeft zijn sporen ook verdiend. Ja. Cadentie hebben we erbij. We wilden heel graag ook Karanza erbij, maar die kan er jammer genoeg niet erbij zijn. Maar de avond ziet er als volgt uit. We hebben DJ Mario, we hebben Cadentie, we hebben dan GT Connection en dan Reinforcement in Nederland. Oké, dus eigenlijk kies je er niet voor om al te veel muziekformaties te hebben? Nee, omdat als New System Entertainment zijn wij gemeend van, het gaat niet om duizenden artiesten daar te hebben, het gaat om een experience. Wanneer mensen daar naartoe komen, moet het concept gaan leven, mensen moeten ervan genieten. En als je te veel artiesten, te veel entertainment hebt, op den duur voordat die mensen hun hoofd echt krijgen,
dan zijn ze moe en dan gaan ze weg. Dus voor ons is het belangrijk dat die mensen echt gaan genieten van die drie performance, maar ook natuurlijk van DJ Mario. Ja, DJ Mario en zo DJ Mario kennen, daar is het ook echt full dancehall en bubbling. Exactly. En natuurlijk om de avond erbij te praten hebben we natuurlijk twee MC's. Mm-hmm. Dat is MC Dutchie en MC Dos. Ja, oké. Okay. Nou, ik kijk natuurlijk naar de flyer zelf. Hoe, waar kunnen we kaarten verkrijgen? De kaarten zijn te verkrijgen bij Wagenbouw zelf. Mm-hmm. Fashion checklist in de Hermitage Mall en Mode in Su. En natuurlijk bij ons aan de Vijandjaanstraat bij CMC Imprint. Ja, natuurlijk de belangrijkste vraag. Wanneer wordt dit gehouden? Wel, dit is kerstnacht, zondag aanstaande. Ja. We beginnen een beetje laat, omdat we weten dat het kerstnacht is. Ja. Dus het begint eigenlijk, inloop is om 9 uur, maar we starten precies om 10 uur. En de groepen zullen zeker al vanaf 11 uur dan hun performance gaan doen. Nou, maandag is dus een vrijdag. Dus ja, maandag is een vrijdag. Het is kerst. Ik zou zeggen, kom genieten. Het is kerstavond. Wat je net zei, decembermaand voor Suriname is sowieso feestmaand. Ja. En laten we back in time gaan met een dansal bobbelin. Ja. Als je zo mag kijken, Kleebert, mis je tegenwoordig wel die echte bobbeling? Tenminste, mijn eigen mening hoor. Ik merk dat er weinig artiesten zijn die zich nog daarop concentreren. Ja, exactly. Ik mis het sowieso. Ik ben ermee opgegroeid, dus ik mis het. De transformatie heb je gezien. Men is van Suriname is eigenlijk een dansal bobbeling reggae-land. Yeah. De afgelopen periode hebben we gezien dat we meer Afrikaanse artiesten kregen. Reggae is weggevallen. Mm-hmm. Dus vandaar dat we als New System Entertainment hebben gezegd van laten we een beetje terug gaan in de tijd om te kijken. Daarom ook met die show van 25 november laatst ook een heleboel oude artiesten gehaald. Maar ik mis persoonlijk die tijd en ik denk dat een hele grote groep ook dat mist. Ja, maar dat merk je ook in je fans die natuurlijk er naartoe komen. Klopt. Ja. Zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Die kaarten zijn 500 SRD. Oh. Ze blijven 500 SRD ook bij de poort. Okay. Waarom? Omdat we weten als organisatie, het is december. Iedereen wil overal naartoe gaan en je moet een beetje rekening houden met je vroeg net de economische situatie. Maar we weten dat muziek live is. Mensen, we hebben ook ontspanning nodig, willen genieten. Dus we hebben gezegd, we houden die kaarten op 500 SRD, zodat ieder een beetje overal naartoe kan gaan. Oké. Okay. Yes. Nou, mooi, Kleebert. Dus nogmaals, 24 december is het Reinforcement meets GT Connection. Yes. En natuurlijk Cadency. En Cadency. Ja. Nou, ik geef je toch wel de gelegenheid, de laatste oproep om te doen aan de mensen. Aan ieder wil ik zeggen, vooral de Dansa Bubbling fans. En de fans van GT Connection Reinforcement en natuurlijk Cadency. Blijf niet thuis, kom de artiesten ondersteunen. GT Connection is hard aan het oefenen. Ze hebben een hele mooie act in elkaar gezet. En Reinforcement die komt vrijdag aan. Dus ik zou zeggen, als je nog geen kaartje hebt, koop je kaartje snel. En zorg ervoor dat jij, als je fan bent van een van deze artiesten, dat jij zeker daar bent. Kleber. Thank you very much en ik zou zeggen succes. Graag aan de zaterdag. Yes, thank you. U heeft dat gehoord van Kleber Drenthe van New System Entertainment. Aanstaande zaterdag is het dus swingen, dansen vooral voor de danszaal en bubbling liefhebbers. Die moeten dan zeker aanwezig zijn in het Wagenbouw. Inloop is vanaf 9 uur en we beginnen om 10 uur 's avonds. Nou, wij gaan er ook uit. Het is de laatste keer. Voor dit jaar, we nemen een break van 2 weken. En dat wil zeggen dat we rond 9 februari, als ik me niet vergis. Nee, januari, correctie. Ja, januari. Nieto, die corrigeert me al. Januari zijn we er terug. 9 januari zijn we er terug. Ik zou zeggen, fijne feestdagen, vrolijk kerst. Een gezegend oudjaar. Let er natuurlijk op dat als je de straat op gaat, zorg ervoor dat je dat veilig doet. We hebben geen verkeersdoden meer nodig. Het is al genoeg geweest. En ook geen vechtpartij hoor. Een kutapayari, shwiti. Ieder moet gezond en wel zijn. En laten we de mensen van spoedeisende hulp, ook met vuurwerk betreft, laten we ze een beetje rust geven dit jaar. Zodat we toch ieder gezamenlijk thuis kunnen blijven.